Het mannenblad Playboy bestaat vandaag 30 jaar en ik mocht naar het feest. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, alleen heb ik niet zoveel verstand van vrouwen. Dus ik dacht, ik bel mijn leuke vriendin Marleen om samen vanavond naar vrouwen te kijken. Ja, daar heb ik natuurlijk veel meer verstand van dan jij, Tom. Ja, vrouwen. Oh. Laten we naar binnen gaan. We gaan naar binnen. Kom. Talk dirty to me. Meneer Heemskerk, ja. Uw vader heeft de Staatsrol Blad naar Nederland gehaald. Ja. Ja, hoe is dat gegaan? Nou, ze wilden het heel graag. Ja? Ze hadden een ontzettende bewondering voor wat de opvolgers van meneer Hefner aan doen waren in Amerika. En ze zagen het, geloof het of niet, als een journalistiek heel erg indrukwekkend en baanbrekend tijdschrift. Dus ze hebben het gewoon geprobeerd, het is gelukt en ze waren zo trots als een kip met zeven lullen. Zo, ja. Het is een mooie, mooie metafoor. Ja, en in die 30 jaar, wat is nou de grootste verandering in het blad geweest? De hoeveelheid schaamhaar. Ja? Ja. Zo, meer, minder? Nee, steeds minder. Steeds minder. Ja, steeds minder. Ik heb nog nooit gekocht een Playboy. Dus wat nee, ik heb al zo'n idee. Maar... Ja, nee, ja. Ja. Toch wil ik weten, kijk, jij komt op een feestje, jij ziet een bekende Nederlander en dan denk je... Ja, naakt is die veel leuker. Of hoe gaat het dan? Dat wil ik zo graag weten. Ja, ik weet niet hoe het gaat. Over het algemeen weten ze wel precies wat er gebeurt als ik aan de bel hang natuurlijk. Welke vragen gaat komen. Dus je weet eigenlijk wel gelijk als ze weglopen of ze beantwoorden niks. Dan weet je hoe laat het is. Maar ja, dat is gewoon het spel. Elke man en vrouw hebben dat. Of ik nou hoofdredacteur ben of een jongen ergens buiten in de kroeg. We spelen allemaal hetzelfde spelletje. Maar hoe gaat zo'n fotoshoot? Hoe gaat zoiets? Het is heel bizar. Ja? Je gaat s'ochtends in naakt in je badjas, ga je in de make-up. En dan ga je je haar en make-up en zo. En op een gegeven moment komt er het moment, het allereerste moment, dat je voor zeven mannen en vrouwen en wat dan ook, je badjas moet uittrekken. Dat is gewoon heel eng. Ja, want ja, en dat deed je gelijk in één keer? Of, ja, nou, het moest. Ja, weet je? Ja. Je hebt het geld op je rekening. Ja, alles al betaald. Getekend. Kan je niet zeggen, hey jongens, tabé, ik ga er vandoor met mijn tiet hebben. Een minimale cup die je moet hebben om playmate te zijn. Oh, daar kijken ze in Nederland niet naar. Ik denk misschien in Amerika. In Amerika hebben die playmates wel altijd hele grote borsten. Maar in Playboy Nederland heb je echt, denk ik, nog vaker meiden met echt kleine, schattige, mooie borstjes dan echt hele. En dat vind ik mooier hoor, de grote borsten. Ik kijk daarnaar en denk van, oh, dat... Ik had liever een hele kleine gehad die dan niet hangt. En dan met een heel klein schattig tepeltje in plaats van zo'n mega tepelhof wat ik dan heb. Dat vind ik gewoon mooier. Ja. Maar dan kijken ze bij Playboy Nederland kijken ze daar niet echt naar. Ik heb hem een keer gekocht. Ja. Toen was ik denk ik 12. En toen had ik hem in een margriet verstopt. En ik stond daar zo bij die kassa van nou, daar kom ik mee weg. Ja. En die mevrouw die haalt dat blad eruit en zegt heel hard... Is die Playboy ook voor jou? Ik was zo'n groot fan van Dynasty, ja, dat ik toen die Playboy heb gekocht. En bent u toen anders naar Dynasty gaan kijken door de Playboy? Nee, maar ik ben wel homo geworden na het zien van die foto's. Wat krijg je nou voor zo'n Playboy shoot? Dan moet je in guldens denken. Oh, in guldens? Ja. En hoeveel guldens denk ik dan? Dat was het ook weer. Ik geloof toen was het... Kan ik er een huis van kopen? Van een Playboy? Een heel klein huis wel. Kan je er een auto van kopen? Of wat kan je ervan kopen? Ja, zeker. En wat voor auto? Ferrari of een Fiat Panda? Een Audi A5 Sportback. Nou, we meet again. Inderdaad. Hadden wij niet nog een afspraak? Dat wij zouden gaan zoeken. Tongen? Maar jij bent wel een beetje... Tongen? Nou, Victoria, daar haal ik natuurlijk wel kijkcijfers mee. Zonder van mijn lipstift. Jij bent beeldschoon. Kijk. Jij bent beeldschoon. Nou, zal ik dan nog maar een kusje krijgen en dan mag je weg. Dat was het. Wat vind jij er nou van dat Britney Spears jouw BH draagt? Helemaal te gek. Jij ook, toch hoop ik. Ja, tuurlijk vind ik dat te gek. Dat is fantastisch. Wat waren de eisen van Britney? Nou, Britney was heel erg duidelijk. Ze wilde heel extreem. En we hadden echt dozen vol gestuurd en niks vond ze extreem genoeg. Ja, de belangrijke, de hamvraag is natuurlijk, welke cupmaat heeft Britney Spears? Ja, dat is, kijk, ik heb 190 A-listed celebrities die mijn lingerie dragen en van niemand zeg ik het. Ik denk dat ze toch wel een C heeft. Een handvol. Ja, maar kijk, ik heb een hele kleine handjes, Marlies. Ja, ze heeft wel een C, kom op, Marlies. Handvol. Een 70D. Dat heeft Britney ook wel, denk ik. Nee, ik zeg niks. Marlies.
Oké, een handvol. Ik zeg gewoon Britney Spears heeft gewoon Cup D. Vet! Ta-ta-ta-ta! Dat is hem. Kijk dan. De Playboy voor 30 jaar bestaan. Ja, ik ben er heel blij mee, Tom. Maar nou je al die naakte vrouwen gezien hebt, ben jij nou ook niet een heel klein beetje bekeerd? Ik zie daar heel even een leuke cameraman staan. Ik ben zo terug. Kondig jij even af? Ja. Oké, blijkbaar niet dus. Nou, ik ook niet. Dat is mooi.